Nou, daar zit ik dan, speciaal voor jullie, want ik ga jullie even wat hopelijk kort uitleggen. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Hoe toevallig. Elke dag maar weer, hè? Ja. Het is vandaag maandag 15 november 2021 en het is nu bijna 3:15 in de middag. Ja. En met wie zou ik alleen lopen vandaag? Ja, je ziet het alweer. Met mijn kleine grote vriendin. Ja. En die vindt blaadjes nu even zo lekker. Maar Ro is even met de hondjes en wij wensen jullie weer heel veel kijkplezier. Deze gloednieuwe vlog. Ik vind deze kleuren zo mooi. Serieus, wauw. Gaaf hoor. Heel gaaf. Wauw, wauw, wauw. En daar heb ik mijn kleine meid maar weer. Hé, ja, hé, ja. Ben je maar aan het doen dan? Ben je maar aan het doen? Is lekker hè? Tegen die hek aan hè? Is lekker hè? Ja, dat is lekker hè? Hey. Doe maar. Ga maar kijken. Doe maar. Het zet die andere kant op dan. Wacht even. Kijk. Zo. Ga maar kijken. Doe maar. Lekker hè? Oeh, dat is zo lekker. Ja, doe dan. Kom. Lig erop. Nee? Nu niet meer? Oké. Okay. En we mogen weer doorrijden. Yay! Stap CD377J was, zou ik wel slapen. Maar dit niet. Doe maar met je man. Ga jij er maar tussendoor, joh. Prima. Helemaal goed, joh. En mensen, kijk uit, want hier staat een flitskastje. Hey. Hier heb ik een flitskastje. Mini kastje. Ik zal het eens even morgen vragen. Het kastje wil je? Ja. Nee, maar net wel, maar ik bedoel over dit. Ik zal het morgen eens vragen. Sowieso. Het is een CD. Het is een diplomaat, maar het is een hele rare deze. En maar met één streepje ertussen. Wauw! Kerstverlichting. Wauw jongens. Oh. Dit is zeker blauw. Dit is zeker blauw. En dat is wit daar. Dat is wit. Maar dit is blauw. Op een afstand lijkt het wel paars. Ja, op een afstand. Maar dat komt en door de luifel, zeg maar. Gaaf, hè, kikken.
Ja, Gio, het is hier gratis parkeren. Hoe doen we dat? In Leiden. In Leiden. Ja, ja, in Leiden. Maar nee, het is geen Leiden. Het is Leidschendam. Leidse Hagen wel genoemd. Vroeger was het Leidse Hagen. Ja. Maar nu is het Westfield Mall of the Netherlands. Ja. We gaan duur praten. Ja, het is blauw. Ik doe hem wel even op slot. Hoi! Kijk eens je mooie kerstboom. Nou, je had hem al. Eventjes broodjes gehaald voor mijn buurvrouwtje en voor onszelf. Ja, ook allemaal handig voor onszelf. En nou even mijn gordel omdoen. Nou ja, ook altijd handig. Zo, dan doe ik het zo wel. Prima. Helemaal niet erg. Zo, en daar hebben we Ro ook weer gezellig. Is het toch zo? Ja, dat is zo. Nou, dat is goed. Wist je dat nou niet? Nee, dat wist ik niet. Niet? Nee. Nou ja, jammer joh. Oké. Okay. Nee hoor, het is niet jammer. Het is gezellig, ja toch? Ja. Ja. Het is heel gezellig. Zijn dat er erg VS 1? Ja. Laakweg 38 Den Haag, garage de Tulp. Ja. Ja, ik zie van alles. Ja. Dat is ook handig. En hier moet het allemaal nog aan de kerstverlichting. Ja. Ja, nou daar zit ik dan. Speciaal voor jullie. Want ik ga jullie even wat hopelijk kort uitleggen. Waarom ik dit even opneem. Speciaal ook voor jullie. Want ik krijg regelmatig onder mijn vlogs de vraag van hoe heten je dieren en hoe oud zijn ze. Nou. Ik zou zeggen, als je mijn vlog bekijkt, misschien heb je mij op je computer of op je telefoonscherm of op je tablet, maakt niet uit, en je hebt met mij een groot scherm, doe dan eventjes op pauze, druk dan even weer terug dat je dus een klein schermpje hebt en dan kun je dus de hele tekst, heb je dus een klein ja, soort van dit. Dan, dat is dus een icoontje. Nou, die, als je die aanklikt, dan krijg je een hele lap tekst. En dan heb je dus daar ook allemaal namen van iedereen, dus van de honden en van ons. En daar staat dus ook de geboortedatums bij van de honden. Nou, als je dat dus heel snel wil uitrekenen en je hebt ook nog een tablet of een andere telefoon bij je hand, reken het dan even uit. Want ik blijf niet alles namelijk herhalen, want anders blijf ik namelijk bezig. He, je moet gewoon even de jaartal invullen waar we dan op dit moment in leven. Zoals nu leven we dan in de jaartal 2021. We gaan naar 2022. He, nou, als je dus mijn hele beschrijving gaat kijken, heb je dus Lady van 12-8-2014. Als je dus eerst het jaartal van nu invult, 2021, min 2014 kom je uit op leeftijd 7. Maar als je dus gewoon even op Google wil zoeken voor jou, hè, wat is de het leeftijd in mensjaren? Nou, dat heb ik hier eventjes staan. Meer dan 25 kilo. Nou, Lady weegt vaak tussen de rond bijna in de 30 kilo. Nou, Lady is dus 7 jaar hondenleeftijd. En kleine honden tot 9 kilo is dan 44 jaar. In mensenjaren. Middelgrote honden 9 tot 25 kilo is dan 47 jaar. En grote honden
Ja, meer dan 25 kilo. Daar komt Lady dan aan. Die is op nu hondenjaren 7 jaar. Maar mensenjaren is ze al wel weer 50. Ja. Dus zo kan je dus dingen uitvogelen. Dus ben je meer op zoek voor, joh, hey, ik wil wat meer weten. Ga dat gewoon even lekker opzoeken. Maar ik blijf dat niet de hele tijd herhalen. Ik ga het ook anders doen. Iedereen die mij dus nu een reactie geeft, ik ga niet meer over op reageren. Ik ga gewoon lekker hartjes geven. Dat is makkelijker dan over op reageren. Ik heb ook nog andere dingen te doen dan over op reageren. Ik vind het juist helemaal top dat jullie reageren. Want dat is alleen maar weer top voor mij. En ik zou zeggen, deel dan ook de video's. Neem even die moeite om dus ook eventjes juist op die blauwe duim te drukken. En lekker te abonneren. En deel het gewoon onder je familie, vrienden, kennissen, schoolvrienden. Geen idee waar je het naartoe wil. Lekker op sociale media, LinkedIn, Twitter. Ga zo maar door. Doe het. Daar ben ik alleen maar blij mee. En dan zien jullie mij gewoon weer zo meteen terug. Dankjewel voor het bekijken naar deze instructie. Hoe je dus alles even kan bekijken. Ja, ik lig lekker op bed. Lekker, 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 lekker. Heerlijk. Maar, dat betekent wel dat ik lekker deze vlog lekker gezellig met jullie af ga sluiten. Ja. Dus, vond je deze vlog nou wel leuk? Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat zeker een leuke reactie achter. En dan krijg je of een reactie terug of een hartje. Want ik heb niet altijd de tijd om een reactie terug te plaatsen. Maar ik lees het wel allemaal, dus komt helemaal goed. En als ik hem lees, dan kom ik ook er wel weer terug in de vlog. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.